zien. Dat is voor ons allemaal heel erg bijzonder, dus heel veel dank. Het is natuurlijk de Nationale Coalitie, 1 tegen 1 mei, die al enkele jaren bestaat. Waar we steeds meer gemeenten proberen aan te haken om ook echt onderdeel te worden van die Nationale Coalitie tegen eenzaamheid. Ja, ja. Welke soep zijn we aan het maken? Tomatensoep. Tomatenpaprikasoep. Sommige mensen hebben gewoon geen eten. Maar dat is het mooie natuurlijk van. En wij zijn eigenlijk zelf verbaasd. Eigenlijk de verhalen die we hebben gekregen. Zo. Vroeger, voor mij is het niet meer een paar mayonaise, maar zo'n gevoel van thuis. Gevoel van vroeger. Gevoel van waarin mijn taal helemaal perfect is, grammaticaal veel beter dan het is. En zo dacht ik, maar als ik dat heb, dan hebben anderen het waarschijnlijk ook. Want dat is altijd voor mij, zei ik, weer een zeer emotie. Die verbindt mensen van Nederlandse afkomst, ook mensen die van ver naar Nederland zijn gekomen. How did you hear about Cypriota? I was with them at the fake project where they welcome in newcomers to do art and performing arts, and I used to be an actor back in Hong Kong, and it feels really familiar to me to do performing arts and new country, and it gives me a sense of belonging. And ever since I am with them, and now I'm doing an internship with them as well. Also to find your place here in this new country, right? It's a shortcut, actually. I'm open. And this is how long ago? 3 years. Fijn. And he feels helemaal thuis here, where you sit. Ja. Maar je komt er allemaal uit Amsterdam? 50% van alle Nederlanders voelen zich het één keer eenzaam. En eigenlijk 1 op de 7 Nederlanders die voelen zich sterk eenzaam. Dus het is een actie echt om een hele week tegen eenzaamheid, waar wij natuurlijk zou het een hele jaar moeten zijn, maar toch wel een week waar we echt nog meer kijken wat kunnen we doen. En met z'n allen, tussen bedrijven, instanties, maar ook kleine organisaties, om toch die eenzaamheid tegen te gaan. En het gaat over verbinding. Je kan jezelf gewoon echt eenzaam voelen, maar volgens mij gaat het over ontmoeten en toch met elkaar. Ja, die verbondenheid te voelen met een buurt en met je medemens. Ja, maar ja, we waren niet te veel aan het praten en op een gegeven moment liet het zoveel op om in te water. Maar het was heel gezellig en dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja, en als u zelf een soep thuis maakt, wat voor soep maakt u dan zelf? Oh, dat laat ik echt voor thuis.